mooi, die oude bomen hier. We verwachten nu met deze veel strengere lockdown en dat er veel minder mogelijkheden zijn om op pad te gaan in de kerstvakantie, dat ook in de vakantie het behoorlijk druk gaat worden in de gebieden. Maar we willen kijken of we het wat meer kunnen spreiden. Ik denk dat mensen dat zelf ook prettiger vinden om de drukte een beetje te ontlopen wat dat betreft. En die mogelijkheden zijn er volop. Ja, als je geluk hebt, hierachter is een soort grasveldje. Dat noemen we een beetje de oude camping. Als je geluk hebt, zie je 's morgens vroeg wel wat reetjes. Boswachter Mikael Volkersma begint de campagne om recreanten te verleiden eens voor een ander gebied te kiezen. Het Schorrelse Bos en ook het Robbenoordbos zijn stevast de grote favorieten. Maar voor de spreiding is het beter om ook eens naar een van de vele andere mooie plekken te gaan. In haar boswachtersblog komt ze met tips. De komende weken wil ik mensen graag meenemen naar verschillende plekjes in de kop waar je echt onwijs leuk kan wandelen en die misschien veel minder bekend zijn. Kom maar, Silke. Naast. Is dit nou zo'n gebied wat je bedoelt? Ja, Vatrop is wat je hier ziet eigenlijk. Ja, het is nu een beetje mistig, maar het ligt direct aan het wat. Het is dus weer een hele andere plek als het bos. Maar hier kan je ook ontzettend genieten van de uitzichten als er geen mist is. Maar ook nu met de mist is het een beetje mysterieus. Je ziet al toch wel wat eenden hier. Hey meisje. Spreek je een beetje de avontuurlijkheid van de mensen aan? Ja, ik denk het wel. Ik hou er zelf ook van. Ik heb het afgelopen jaar het zelf ook gedaan. Dat ik dacht, we zijn beperkt in wat we kunnen. Je moet een beetje afstand houden. Dus ik ben zelf ook op zoek gegaan naar nieuwe plekjes voor mezelf. Er zijn er verrassend veel waar je nog gewoon heel rustig kunt genieten, kunt wandelen. Het enige wat je in de winter dus wel moet doen, zorg dat je wel goede schoenen aan hebt.